Everybody should try drag at least once. It's really fun. Even kids? Yeah, there's actually quite a few kids that are starting to do drag. When they hear the term pedophile, they automatically assume that it means a sex offender. And that isn't true, and it leads to a lot of misconceptions about attractions toward minors. And I'm Christian. A juicy sizzling steak made by computer. Redefine meat. Oh, I can barely stop crying. It's okay to be who you are, and it's to be inclusive, and it's to be loving. Can you be gay and a man of faith? Yes. Here it is, right here. Mr. White Man, get these white women to- Years and years of racism, systematic racism. Wat dus interessant is, want we hebben het over woke. Maar ooit moet het ergens ontstaan zijn. En die naam ook, weet je wel. Van, ik heb wel eens van gehoord dat van oorsprong het uit de African-American slang komt. Mm-hmm. Is dat zo? Weet je daar wat van? Ja, ik ben daar een beetje ingedoken. Ja. En dat woke, het woord woke, is van wakker worden. Ja. Alleen, frappant, woke is wel verleden tijd van wakker worden. Ja. Ja, 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 ja. En awaken is tegenwoordig tijd. Ja, ja, ja. Dus woke is iets van gisteren, yesteryear. Omdat woke is begonnen als een Afro-Amerikaanse term, wat je zei. En die zich oorspronkelijk heeft gericht op de bewustwording van racisme en sociaal onrecht jegens minderheden in de samenleving. Met name in Amerika, in het begin van de vorige eeuw, begin 20e eeuw. Ten tijde van, dat noemen ze dan de Jim Crow-wetten. Dus dat was dat die apartheid, segregatiewetten, de segregatiewetten in het zuiden van Amerika. Mm-hmm. Hadden ze dus het woord woke om alert te blijven op racisme van de Afro-American bevolking. In de jaren 60-70 verschoof de term zich naar het seksisme. Dus tegen alle vormen van seksisme. In de jaren 80 verschoof de term zich naar het homoseksuele beweging van de homoseksuele gemeenschap. En sinds de jaren 2000 heeft het betrekking op het alert op en bewustzijn van alle vormen van maatschappelijke ongelijkheid. Ze hebben het gewoon gekaapt voor alles. Anything goes. Ja, precies. Wat en wie is dan maatschappelijk in het ongelijke gesteld? Ja, ja, ja. En ja, goed, voel jij je maatschappelijk in het ongelijke gesteld, ja, dan mag jij je bij die stichting aanmelden. Of, Wil jij dat we voor je strijden? Nou, kom maar bij ons. Ja, dan word jij met alle ega's behandeld. Ja. Want uiteindelijk hebben we dus de positieve discriminatie die dan in één keer voor je geldt. Ja. Dus de focus kwam dus sterk te liggen op etnische en seksuele en genderidentiteit. En dan komen we bij het stukje gender. Want wat houdt dat precies in, weet je wel, de genderidentiteit? Gender is dus geen wetenschappelijke of geen... Het heeft niks met biologie te maken. Nee, het is daar geen, ga ik het straks ook het is geen objectieve term. Nee. Het is een sociaal geconstrueerde term. Ja. Het is dus verzonnen. Ja, sociaal geconstrueerd wil zeggen van, wij zitten in één gemeenschap en wij vinden met elkaar dat het woord gender dit betekent. Ja, want en niet dat. Het woord gender is ook gekaapt, want het woord gender betekent in het Engels niet anders dan seksen. Ja, nou. En ze hebben het gekaapt en er een hele, daar hebben we het over, veranderen van taal. Ze hebben er een hele andere connotatie aan gegeven. Maar ja, dus sociaal geconstrueerd, socially constructed, zeggen ze in het Engels. Bezijdens de objectieve waarheid. Ja. Dus ze vinden van gender is iets wat je vindt van jezelf, in je hoofd. En dat hoeft niet te stroken met je biologische seksen. Ja. Dus het is een persoonlijke overtuiging die de objectieve waarheid overheerst en overtroeft. Gender is gecoind, dus dat is in de wereld gebracht of gebruikt de term in de jaren 50 vorige eeuw door een pedofiele arts, Dr. John Money. What's in the name? Follow the money. Follow the money. Hij wordt door zijn werk op het gebied van gendergeslachtsverandering gezien als de godfather van de transseksuele beweging.
Hieruit komen dus de psychologische termen van genderdysforie en transgender. En die worden dus in het psychologische boek DSM-5 als een psychische stoornis vermeld. Genderideologie wordt dus als een psychische stoornis vermeld en beheerst en overheerst onze complete samenleving. Hoe is dat? Waar staan we? Ja. Open the eyes, the red flags. Ja. Dus nu klinkt deze zogenaamde deugdcultuur als een zelfversprekendheid en een opkomen voor zwakkeren. En dat is iets wat Jezus ook zou doen. Ja, klinkt Jezus, zich lief toch? Jezus komt ook op voor zwakkeren in de samenleving. Maar dat doet Jezus niet onder een lafhartige leugengeest. En zeker zonder intimidatie en geweld. Dat heeft Jezus niet nodig. Die benadert alles vanuit de waarheid zoals hij is. Hij is rechtvaardig. En heb jij een probleem als mens, dat hebben we allemaal. We schieten allemaal tekort als mens. En dan zegt Jezus, ik ben er om jou te ondersteunen. Om het rechte pad te volgen. Om met mij mee te komen. Om in het licht te komen. In het reine te komen met God. Dan kunnen we aan hem onze tekortkomingen overgeven. En hij zal ons daarin vullen met zijn wijsheid en met zijn waarheid. Wat Satan doet is dus juist die leugens over je heen kieperen. Om eigenlijk zoveel mogelijk tegen Gods geboden in te gaan werken. Dan komen we eigenlijk bij het stukje postmoderne ideologie. Want het wokisme valt onder de postmoderniteit. Ja. Misschien hebben we... Ja, we hebben het er later nog even dieper over, postmodernisme. Maar ik denk ook dat de luisteraars en kijkers wel eens gehoord hebben van postmodern. In de politiek hoor je het ook veel, postmodern. Met name nu met de wokebeweging, dat valt onder de postmoderne ideologie. En de postmoderne ideologie is antichristelijk. Ja. En waarom is het antichristelijk? Kijk, het wokisme is een verzamelnaam, een paraplu-naam voor overdreven politieke correctheid en identiteitspolitiek. En alles wat men tegenwoordig sociaal onrechtvaardig acht, zoals problemen van minderheden en zelfs klimaatverandering, die vallen onder die paraplu-term. De kruising van de uiteenlopende benadeelde minderheden, die wordt eind jaren 80 intersectionaliteit genoemd. Daar hebben we net ook over gehad. Mm-hmm. En omdat de moderne samenleving steeds meer gedwongen wordt om in dat gereel van die stroming te gaan wandelen en om die stroming te omarmen. Het wordt met activistische constructies wordt dat ons opgelegd. Daarom is het te belangrijk om te weten wat de red flags hiervan zijn. Dus ik heb net gehad over postmoderniteit. Nou, wokisme is dus een uiting van postmoderne ideologie. Postmodernisme is een culturele en filosofische stroming sinds jaren 60. En het is een reactie op het modernisme, wat daarvoor kwam. Ja. En de basisprincipes van de postmoderniteit en van postmodernisme is met name de objectieve waarheid, die bestaat niet. Op zich is dat al een zelfondermijnende stelling. Ja. En waarom? Omdat als objectieve waarheid niet bestaat, is dat dan waar wat jij nu zegt? Is dat dan een waarheid, snap je? Want als objectieve waarheid niet bestaat, dan hoef ik niet te geloven wat jij nu zegt tegen me. Dus men bedient zich dan van de zogenaamde deconstructie. Dat wil zeggen dat je distantieert van de heersende logica om dus nieuwe definities te incorporeren, nieuwe definities te vormen en obscure taal te gebruiken. Als je obscure taal gebruikt, kun je heel zweverig en heel vaag gaan praten en in rondjes blijven lopen, totdat men zegt van, joh, ik word hier zo moe van, weet je wat, hier. Laat maar, je hebt gelijk. Ja. Yeah. Dus om elke vorm van kritiek fluïde te kunnen pareren en dus je gelijk te kunnen halen. Nou, wat zijn voorbeelden van de impact van wokisme? Het is belangrijk. Het is echt belangrijk om even stil te staan van wat gebeurt er in de samenleving? Wokisme, oké. De impact is dus dat men tegenwoordig niet meer het verschil weet tussen man en vrouw. Ja, stel ze de vraag. Wat is een man? Wat is een vrouw? Oh, I'm not a doctor. Ze weten het wel, maar ze durven het niet. Waarom niet? Omdat die druk te groot is van de gemeenschap. Ja. Die zegt van nee, we moeten meegaan in de woke, het woke-idealisme. Dus men is bang om buiten de kring te komen te staan. En je mag bepaalde woorden en culturele uitingen niet meer noemen. Bijvoorbeeld van hij en zij. Weet je wel, als jij een dame bent, is het een zij. En een man is dan een hij. Nee, dat kan van alles tegenwoordig. Weet je kunt je identificeren als non-binair. Wat is dat, non-binair? Dus je bent geen 0, geen 1. Ja. Je bent niet aan-uit. Je bent niet... Probeer dat bij je laptop. Je bent niet man-vrouw. Je bent non-binair. Een inanimate object. Dus een stuk materiaal is non-binair. Ja. Een ding is non-binair. Wie wil zichzelf nou als een ding betitelen? Vreemd. Of dames en heren, mag je niet meer zeggen, weet je wel. Zoals bij de NS. Ja.
tegenwoordig. Ja. Welkom. Beste reiziger. Beste reizigers. Blank bijvoorbeeld. Je moet tegenwoordig wit zeggen. Snap je? Wat is wit? Ja, een ralkleur. Ik weet uit mijn grafische carrière hoe dat werkt, weet je wel. Wat is wit? Wat is dat? RAL 9001 of zoiets. Zoiets. Weet je wel. Verf. Kun je wit maken. Ja. Maar een mens heeft altijd een tintje. Ja. Dus blank, een negerzoen. Ja, waar zijn ze gebleven? Kerstmis mag je ook niet meer noemen. Lichtjesfeest moet er tegenwoordig zijn. Of een Zwarte Piet, weet je wel. Sinterklaas en Zwarte Piet. Je hebt die Kick-out. Kick-out Zwarte Piet organisatie. Ja. Die eigenlijk overal tegen is. Ja. Niet alleen tegen Zwarte Piet, maar ze kicken tegen alle standaarden aan. Ja. Dat zijn dus voorbeelden van hoe het werk doorwerkt in onze samenleving. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat abortus wordt goed gepraat. Men vindt het geen probleem dat een ongeboren kind, om dat dan geen persoon te noemen, naarmate je pet staat. Want als het kind wel gewenst is, is het in één keer wel een kind. Ja, dat klopt. Want dan kan je heel verdrietig zijn als je een miskraam krijgt, want je kindje is dood. Daarom dus. Of het eten van vlees is ook niet meer bonton. Wie wil er nou vlees eten tegenwoordig? Geef mij maar een lekker vlieg of een... krekel. Of een krekel. Plastic zakjes bij verse waren, die zijn verboden. Ja, goed zie. Kook op gas is ook uit. De toeslag op frietbakjes zie je niet eens statiegeld, hè? Want je krijgt het niet terug als je het bakje terug inlevert. Nee. Dus je bent het gewoon kwijt. Ja. En waar gaan die plastic bakjes heen? Nog steeds in de vuilnisbak. Ja. Yep. Statiegeld op flessen en blikjes, dat geeft veel ongemak bij het inleveren. Mm. De CO2-belasting op vliegreizen. En dan krijg je natuurlijk ook weer een tweedeling in de samenleving. Want degene die uiteindelijk het kunnen betalen, die kunnen zich helemaal het ongans vliegen. Ja. En het plebs, dat kan gewoon toekijken hoe de vliegtuigen over hun huis heen CO2 verzamelen. De bouwcrisis vanwege het PFAS-probleem, zogenaamd. Ja. Slavernijverleden en herstelbetalingen. Ja, dat moet natuurlijk wat tegenover staan. Je kunt niet zomaar roepen van, hey, slavernijverleden. Nee, centjes moeten ook op tafel komen. Ja. Accepteren en betalen van klimaatgerelateerde maatregelen. De wit-patriarchische overheersing. Nou ja, noem het maar op. Ja. Het is een eenschakeling van wat we hebben genoemd. De ongemakken in de samenleving. Dat is wat de social justice voor de social justice warriors inhoudt, als het ware. Het leeuwendeel van deze sociale economische aardverschuivingen heeft ook nog eens een dubieuze, obscure achtergrond. We hebben het net al genoemd van dat met name eigenbelang voorop staat. Zelfingenomenheid. In plaats van geef de ander wat meer de ruimte. Ja. Het is meer van ik ben gekwetst en ik eis mijn ruimte. Did you have your complaint today? Ja. En ik eis dat jij mij gaat betalen voor de gelopen schade. Zo is de klimaatcrisis bijvoorbeeld niet eenduidig wetenschappelijk te onderbouwen. Er zijn gewoon te veel onduidelijkheden daarover. Van, is er überhaupt een crisis? Ja. Waardoor warmt de aarde zich op eigenlijk? Hè? CO2, waar komt dat eigenlijk vandaan? Nou, overduidelijk is dat merendeel van CO2 uit de zee, uit de oceanen komt. Mm. Dat de zon daar het meeste invloed op heeft. Wie zijn wij, een kikkerlandje Nederland, om daar iets tegen in te brengen? Maar goed, het lijkt dus meer op de grootste misdaad ooit die op de mens is gepleegd, dan dat het op een waarheid is gebaseerd. Mm. Nou, verder is het ook belangrijk dat we zien van dat het slachtofferkaart altijd getrokken wordt. Je hebt zogenaamde microagressie triggers, wat we net al benoemden. Kijk op een bepaalde manier die een andere persoon, waarvan zijn pet net iets schever staat dan normaal. Ja, dan voelt hij zich gekwetst en dan krijg je gewoon problemen. Die hyperemotionele personen worden dan al vaak snowflakes genoemd, omdat ze dan als sneeuw voor de zon eigenlijk wegsmelten in hun slachtofferschap. Pedofielen inderdaad ook in de minderheid, dus die behoren geaccepteerd te worden. Ja, daar gaan we naartoe. Daar steven we op af. Mm. Nou, wat heeft het allemaal met de kerk ook te maken? Nou, vanwege de progressieve vrijzinnigheid binnen kerken is een heikel punt nu. Want het heeft veel terrein gewonnen in de samenleving, maar ook in kerken. Het is een kenmerk van de postmoderne periode. En waarom? Omdat New Age en syncretisme, dus dat is een verzameling van de wereldovertuigingen, is in veel kerken binnengedrongen. Ja, je zag het een paar jaar geleden al, daar kreeg je heel veel contemplation worship, als ik het goed zeg. En dat is heel erg gerelateerd met de manier van beleven in een New Age en het syncretisme. Dus mensen gingen mediteren op, niet gewoon overdenken van bijbelstukken, maar ook mediteren op bijbelstukken. Mm-hmm. En dan een soort van helemaal wegdwalen op de golven van de muziek. Dus het lijkt heel erg op elkaar. Mm-hmm. Dus dat is heel gevaarlijk. Ja.
Ja, ik noem dat dan zelf het Trojaanse deugdpaard. Dus kerken willen vanuit dat inclusief denken, willen ze niet al te veel op tenen stappen. Mm-hmm. En daardoor kunnen deze vormen van het gedachtegoed, van het progressieve gedachtegoed, kunnen dan in de kerk binnengehaald worden. En daarom zie je ook heel veel kerken nu met de Pride-vlag rondzwaaien. Het is een soort collectivistisch altruïsme. Niemand durven uit te sluiten, als het ware. En altruïsme, kan je dat misschien een beetje toelichten? Ja, altruïsme. Voor de mensen die het niet kennen. Altruïsme is, zeg maar de humanistische term ten opzichte van de onbaatzuchtige liefde van God. Ja. Maar hij is eigenlijk helemaal niet onbaatzuchtig, altruïsme. Nou, altruïsme zou onbaatzuchtig zijn, omdat je dus het goede voor de medemensen over hebt en dat je je beste beentje wil voorzetten. Het mag je zelfs wat kosten. Alleen, het heeft toch altijd een stukje met je ego te maken. Ja, het geeft je dat endorfische gevoel, zeg maar. Geeft je het goede gevoel. Ja. En dat noem je deugen, zeg maar. En als we het woord deugen bekijken, deugen betekent goed doen. En we weten dat God alleen goed is. Dus als we de dingen proberen goed te doen, niet vanwege Gods karakter, maar vanwege ons eigen perspectief en vanuit onze eigen overtuiging, dan is het een oppervlakkige manier van goed doen. Mm-hmm. En Jezus riep zelf dus ook op tot het gaan van de smalle weg. En wat is dan de brede weg? Dat is alles waar God tegen waarschuwt. Kijk, Jezus riep op om te gaan van de smalle weg. Mm-hmm. En als we dan bekijken inderdaad hoeveel kerken op de LGBT+ bandwagon zijn gesprongen. De zeskleurige Pride-vlag vieren in plaats van een Bijbels tegengeluid te laten horen. Van de zevenkleurige verbondsregenboog van God. Nou, probeer dat te onderwijzen aan de samenleving. En probeer niet mee te dansen op de deining van de wereld. Door dit werelds pseudo-inclusiviteitsdenken te omarmen, begeef je je als kerk op een glijdende schaal naar een love is love wereldreligie. Typisch. En love is niet love, alleen God is liefde. Mm. En God is de maatstaf voor een evenwichtige samenleving. Als je love is love roept, dan staat de alverzoeningsleer op de loer, want anything goes. En wat God vindt is eigenlijk secundair. Ja, en weet je wat het is? Kijk, je bent als het ware, ik meen dat het tweede gebod is, je bent een god aan het creëren naar je eigen verlangens. Dus je bent afgoderij aan het plegen. Ja. Als je zegt van love is love en je preekt een ander soort liefde dan God in de Bijbel preekt, dan zeg je van ja, maar de Bijbelse God die is te streng. Dus weet je wat, ik maak een cuddly, een lieve, een alles accepterende god. Maar dan ben jij het tweede gebod aan het overtreden. Ja, precies. Dus ja, dat is een groot probleem. Ja. Met behulp van de Relate-app geeft God de kerk een middel om juist elkaar in eenheid te vinden. Zo zul je altijd snel jouw gelijkgestemde vinden. Als accelerator van bedieningen om samen projecten op te pakken, voor oplossingen van problemen te zorgen en fondsen te creëren voor koninkrijksinitiatieven. Stichting One King neemt het initiatief, maar alleen samen met onze broeders en zusters zal dit mogelijk gemaakt kunnen worden. Dus check in de beschrijving hoe je kunt bijdragen. Dus Percy, we hebben gezien dat heel veel organisaties, een politiek bezige, die mij heel erg doet denken aan de Sovjet-Unie, aan communisme, aan marxisme. Zijn het wokisme en marxisme, zijn die gerelateerd aan elkaar? Je ziet wel veel kenmerken daarvan. Het valt inderdaad op dat door met name dat het inclusiviteitsdenken, het collectivisme, dat doet heel sterk denken aan dat socialisme aan marxisme. Ja. En dat is ook niet zo vreemd, want de woke-ideologie is afkomstig van wat ze noemen critical theory. En critical theory is een filosofische stroming wat te maken heeft met het marxisme. Wat woke kenmerkt is zeg maar een herleving van zuilen in de samenleving en een indeling in sociaal-maatschappelijke identiteiten. Eigenlijk proberen ze de zuilenstructuur van destijds wat kerken betrof, hè, Rooms-Katholiek, Protestants, noem het maar op, alles in categorieën weer in te delen, maar dan in identiteiten in de samenleving. Ja. Dus eigenlijk is het een soort van een nieuwe religieuze vorm. Ja, die wereldreligie. Je hebt identiteiten zoals
in de klimaatsfeer of vanwege je huidskleur of seksuele voorkeuren of je abortus pro-choice identiteit die je aanneemt of wat betreft asielopvang of migratie en dergelijke. En dat extreme activisme jegens sociaal onrecht, dat klinkt in principe in eerste instantie klinkt dat ridderlijk, klinkt normaal. Wie komt er nou niet voor? Je bent een held. Daarom. Wie komt er niet voor de zwakkere op? Maar het is te herleiden naar het aloude thema van Karl Marx. De onderdrukker versus de onderdrukten. Dus het ging bij Marx met name over de sociale klassenstrijd. Tussen de haves en have-nots. Mm-hmm. Oftewel tussen de bourgeoisie, ofwel de bezitter van productiemiddelen. Yeah. Hè, de ondernemers. Mm-hmm. Versus de arbeiders, oftewel het proletariaat. De vrije versus de slaaf, hè, om dat wat in extreme vormen te zetten. Nou, en proletariaat, volgens mij zit in het woord proletariaat, er heeft de betekenis dat een persoon dus bezittingsloos is. Proleet? Komt, nou dat ja, woord, dat, ja? Ja, dat betekent dus dat je eigenlijk alleen je kind als bezitter hebt. Oh, oké. Okay. En dat je dan voor een ondernemer werkt, of voor een bezitter van productiemiddelen, om dan in je middelen te voorzien. Ja. En de postmodernist die weet dat die economische strijd met de verdere industrialisering en daarmee verbetering van de welvaart eigenlijk irrelevant geworden is. Dus er is niet zozeer meer een strijd, een klassenstrijd tussen de haves en have-nots. Mm. Maar we gaan daar wel weer naartoe. Ja, ja, ja. Hè, waar we net hebben gehad over de CO2-belasting voor vliegreizen. Ja. Ja. Dat uiteindelijk de mensen met bezit, in ieder geval de fluente, de vermogende mensen. De 1%. Dat die, ja, dat die uiteindelijk zichzelf alles kunnen permitteren ten opzichte van de mensen die dus minder hebben. Mm. All pigs are equal. Dus daar waar Karl Marx het heeft over de economische strijd tussen onderdrukker versus de onderdrukten, is het tegenwoordig anders. Tegenwoordig proberen ze dus de onderdrukten te vinden in een cultuurmaatschappelijk speelveld. Mm. Dus niet meer zozeer in de economische omgeving, maar meer in de cultuurmaatschappelijke omgeving. Omdat die verschillen zo verdwenen zijn op het economische vlak, maar wel weer zullen komen. Maar gaan ze nu het op het culturele, sociale aspect zoeken? Juist. En eigenlijk omdat ze dus voorstaan dat de objectieve waarheid niet bestaat, kun je dat invullen met elk kleurtje dat je maar wil. Ja. Nou, dan hebben we bijvoorbeeld BLM, Black Lives Matter. Is ook over te doen geweest. Het is ook vanuit Amerika overgewaaid hier naartoe. Mm-hmm. En dit is in Amerika is het een uiting van de roemruchte Critical Race Theory. Mm-hmm. Dus we hadden net over de Critical Theory. Ja. Dat is een kritische kijk op de... De klassieke, niet de postmoderne, maar de moderne overtuigingen en dus situaties. We hebben het Critical Race Theory. Dat is een kritieke reactie op de klassieke theory, mm-hmm. oftewel dat zijn de traditionele waarden en normen, wat gebaseerd op objectieve waarheden in de samenleving, in de wereld. En de critical race theory heeft als kernpunt racial consciousness. Mm. Dus het is een niet aflatende bewustwording van rassendiscriminatie, en dan met name die van de African-American bevolking en de gerelateerden daaraan. Ja, dus onzin natuurlijk. En waarom zeg ik onzin? Er is zo lang gestreden door juist mensen van kleur om het individu te zien en niet de kleur. En nu hebben we dat bereikt. En nu is het van, ja, maar let er wel op, hè. Die persoon heeft een kleurtje. Dat zegt dan een blank persoon. Ja. Die persoon heeft een kleurtje. Dus even met gouden handschoentjes, met zachte handschoentjes behandelen. Ja, klopt. Positief racisme, positieve discriminatie. En je ziet ook vaak dat die mensen, zeg maar, met name Martin Luther King aanhalen. Van, nou, dat is degene die, de trailblazer, die ons is voorgegaan. Mm. Maar de critical race theory gaat eigenlijk in tegen wat Martin Luther King voor elkaar heeft gekregen. Ja, precies. In 1964, de Civil Rights Movement, waarin dus die Jim Crow laws werden opgeheven. Ja. Dus die segregatiewetten werden opgeheven. Even. En wat critical race theory doet, is zeggen van, nou ja, wat Martin Luther King heeft bewerkt, ja, eigenlijk zijn wij daar niet mee eens, omdat de bewustwording van de zwarte bevolking, die is daarmee ondergesneeuwd. Ja, ja. En die bewustwording moet weer naar boven komen, dat je een kleurtje hebt. Terwijl je ziet online heel veel reacties van African Americans die woest worden op die SJW en woke acties. Want ze zeggen van, waar bemoeien jullie je mee? Ja. Weet jij hoe het is om donker te zijn? We hebben zoveel juist met z'n allen bereikt. En nu jullie vernietigen eigenlijk alles waar we voor gevochten hebben. Ja.
Dat is toch vreselijk? Dus eigenlijk waar ze de nadruk weer op willen leggen is van jij hebt een kleurtje en daar moet jij bewust van worden. En daar moet je activistisch in gaan optreden. En je met moet ons nog dankbaar zijn ook dat we voor jullie strijden. Ja, dus het verband is wel dat Black Lives Matter bij monden van de organisators is van oorsprong een marxistische beweging. Je heeft een marxistische grondslag. Ja. Dat is gewoon, dat is niet wat wij napraten of zo. Dat is gewoon te vinden op hun eigen website. Ja. Diezelfde BLM-organisators, die mikken dus op rassenstrijd. Wit versus zwart. Dus wat Martin Luther King heeft bewerkstelligd met de Civil Rights Movement in de jaren 60, wordt eigenlijk van tafel geveegd door deze BLM'ers. Doordat ze zeggen van nee, wij willen dat we weer het verschil zien tussen wit en zwart. Ja. En Jezus zegt, in mij is er geen Jood, is er geen Griek, is er geen man, vrouw, noem het maar op. Nee. Gelijkwaardig. Ja. Dus hieraan is het een gigantische red flag voor een christen dat dit tegen de woorden van Jezus ingaan. Ja. Letterlijk. Dus daar waar Marx opriep tot class consciousness, dus bewustzijn van klasse. Hè? Ben jij een proletariër of ben jij degene die die mensen gaat onderdrukken? Ja. Oftewel de bewustwording van de onderdrukte arbeidersklasse. Moeten de onderdrukte nu geforceerd gevonden worden in het cultuurmaatschappelijk domein? Ja. Nou, voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld het glazen plafond voor vrouwen. Dat je niet verder zou kunnen stijgen in je carrière. Dan een bepaald plafond. Of een pay gap. Wat is dat in het Nederlands? Dat mannen meer verdienen dan vrouwen. Ja, dat gaat in beloning. Ja. Of de white privilege. Dit privilege dat je dan hebt als boze witte man. Als boze witte man. Of cultural appropriation. De culturele toe-eigening. De gender pronounces. En de feministische golven. In principe is dus voor SJW's alles te herleiden tot onderdrukking zonder enig tegenspraak. Ja. Dus dat is critical race theory. Dat is een paraplu term eigenlijk. Het is een vorm van de critical theory, wat ik eigenlijk in de zo net al zei. En de critical theory is een filosofie die met name door de marxistische Frankfurter Schule sinds 1924 is uitgewerkt tot cultuurmarxisme. Ja. En die vonden dat het idee van Marx doorgevoerd moest worden in de cultuur. In de economie werkt het niet meer. Dus er is vast nog wel het een en ander te vinden aan onderdrukten in de cultuur, in het cultuurdomein. Ja. De vooringenomen individuele politieke doelen, die zijn de leidraad in deze definities. Niet de algemene objectieve waarheid. Nee, want die erkennen ze niet. Nee, die erkennen ze niet. Dus wat in je hoofd binnenkomt en binnenvalt. En als je dat met een paar mensen kunt delen, ja, dat is dan de waarheid. Nou ja, je had het over waarom is wokeism, waarom is dat antichristelijk? En het is omdat ze de absolute waarheid ontkennen. En wie is de absolute waarheid? Dat is Jezus. Dat is Jezus. Ja, dan ben je heel snel bij punt A. Het is antichristelijk. Ja, het is allemaal niet zo moeilijk, maar het is even belangrijk. Kijk, dit is allemaal een beetje theorie. Ik zal zo direct ook wat meer op de praktijk ingaan. Het is wat meer theorie, maar het is belangrijk om te weten waar deze stromen allemaal vandaan komen. Ja. Het is niet zomaar, het valt niet zomaar bij heldere hemel in één keer voor je neer. Nee. Dat dat nu zo invasief aanwezig is in de haarvaten van de samenleving, dat heeft een afkomst. Dat is ergens van afkomstig. En wij moeten als christenen kennis opdoen. Kijk, de Bijbel spreekt over mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Dat primair betekent dat natuurlijk kennis van God, relatie met God. Maar vanuit die relatie met God, de Heilige Geest spreekt tot je, zegt hij van ga onderzoeken wat de strategieën van de vijand zijn. Ja. En zo trap je ook minder makkelijk in valstrikken. Ja, klopt. Dus Frankfurter Schule. Ja. Frankfurter Schule is op academische leest geschoeid. En vanuit daar hebben ze geprobeerd om vanuit hun politieke doelen definities te veranderen. Ja. En de critical theory van de Frankfurter Schule is dus gericht als tegenreactie op de traditional theory. Een filosofie dus gericht op conservatieve en objectieve waarden en normen. Dat was voor hun niet goed genoeg meer, dus daar moest iets overheen. En ze waren daar heel erg kritisch op. En daar wilden ze dus eigen invulling aan geven. En dat resulteert dus in een totale verwarring in menselijke interacties, doordat ook traditionele taal wordt veranderd naar eigen inzichten. Ja. En die verwarring is een drang eigenlijk naar opschudding en chaos, wat een geestelijke, ideologische en fysieke aard heeft. En we merken dat er heel veel leugens worden gebruikt om bepaalde denkpatronen over te brengen. Nou, nu weten we dat de duivel de vader van de leugen is.
en door goed en kwaad te verwarren, wordt de argeloze burger, de goed bedoelende burger, die wordt voor hun ideologisch karretje gespannen. Ja. En die ideologie heeft dus een socialistische utopie voor ogen. Een ideaalbeeld die je menselijkerwijs niet kunt sturen. Nee. Omdat de mens nou eenmaal, die is daar niet toe in staat. Alleen God kan een ideale wereld creëren. Maar we willen het wel en daarom zijn we zo makkelijk voor dat karretje te spannen. Ja, we willen dat wel en dat komt met name dus vanuit een messiascomplex van degene die zichzelf een verlosser vinden. Die mensen willen dus zelf voor God spelen. De fysieke uiting is daarmee dat door mee te bewegen met de ogenschijnlijk deugdzame globalistische trend, dat het een deugendorfine geeft. Het geeft een goed gevoel. Het is een altruïstische, emotionele kick. Dus ja, nogmaals, die objectieve waarheid bestaat voor hun niet. En daarmee kunnen ze alles van tafel vegen en zeggen van, nou ja, dit is de nieuwe waarheid die wij geven. En daar moeten we met z'n allen aan confirmeren. En als we zien dat Jezus de waarheid is en deze beweging zegt, er is geen objectieve waarheid, dan is die beweging dus met al haar verschijnselen puur antichristelijk van aard.